Yo, nieuwe cd's in een tasje. Let's go. Ik ben heel benieuwd wat er in het tasje zit. Let's go. Daar gaan we. Ah, de eerste. Die is al unboxed. En het is Liquid Spirit. Liquid Spirit. Liquid Spirit. Laten we kijken. Ja, dat heb ik allemaal in het centrum gekocht. Dit bij bij een verkoop. Bij een platenbeurs. En daar hadden ze heel veel cd's ook. Onder andere deze. En sommige zijn dus niet in plastic. Want die zijn dan ongebruikt, zeg maar. Maar deze Liquid Spirit. Dat was niet in plastic. Heel goed. Een beetje aan het beschadigen aan de kant. We gaan eens kijken. Hoesje. Gewoon heel voorzichtig zijn, want je kunt het zien, er zitten een paar deukjes in. Kijk, daar zit hij dan voor zijn microfoon. Te zinnen. Ja, dat is een beetje in de richting van jazz. Dit is een beetje in de richting van jazz, denk ik. Dit is een Liquid Spirit. Heel voorzichtig toestemming in zijn hoesje. Zo, dit is al Liquid Spirit, dit is de eerste, die gaan we in de kast doen. Tenminste, dat doe ik straks, leg hem nu even aan de kant. En we gaan door naar de volgende. Ja. Dus in de kast doen, dat doe ik straks zelf. Ja. Goed. Dan gaan we naar de volgende. Ik denk inderdaad dat het slim is inderdaad om te beginnen inderdaad met degene die gewoon open zijn. Dan kom ik daarna de dingen die ik ook echt ga unboxen. Dus dat dan. Dit is One Republic. Een album. Dat heb ik ook gevonden. Daar op de rommelmarkt. Een soort van rommelmarkt in het centrum. Was heel erg mooi. Dus deze heb ik ook gewonnen, dus tracklist, even kijken, tracklist. Dan gaan we natuurlijk de binnenkant laten zien. Ja, dit wordt wel een lange uitpakvideo, maar goed, ik heb het even over. Kijk. Het is een beetje hetzelfde als bij Ed Sheeran. Weet jullie dat nog? Dat was in 2023 toen... Brennen die zeg maar het album uit met Eyes Closed, volgens mij. In ieder geval was in de richting van zijn vriend. En het album staat natuurlijk ook in de kast. Maar we gaan eens kijken naar de hoes. Van One Republic. Die er nog mooie dingen in hebben gestopt. Wauw. Dit is wel mooi inderdaad. Zo, deze hoes, zo. Er staan ze dan, zie je, met z'n drieën. Deze kant. Wauw. Dit is dan dus One Republic. En dat waren dan de twee die al opengemaakt waren. En zonder plastic. Maar nu gaan we natuurlijk naar de bijzonderste. En die zijn... Dan echt gewoon, echt om te unboxen. En dat vind ik best wel spannend. Dus, maar ik heb natuurlijk hier een tasje. Ik kan zelf natuurlijk zien wat ik pak. Dus dit maakt het wel echt leuk. In een Bob-Comfo, dan is dat altijd spannend. Goed,
Ik heb toen er eentje gepakt en bij deze ga ik ook een trommelroffel doen, want het is natuurlijk een echte officiële. Want het is namelijk een album van Madonna. Madonna. En je zou het niet geloven, maar hier zit wat gescheld in, zeg maar. Jullie kennen Madonna waarschijnlijk allemaal van Holiday. Dat is een Holiday. Maar dit gaat wel iets verder. Deze cd. Zet het tasje even op de grond. Zien jullie natuurlijk niet, maar goed. We gaan het doen. Gaat hij eindelijk open. Volgens mij is dit heel makkelijk. Volgens mij hebben ze het beginnetje al gemaakt. Ja. Ze hebben het beginnetje al gemaakt, zie je? Daar gaan we dan, Madonna. Hij is unboxed. Oké. De voorkant vind ik ook heel bijzonder. Het is een soort van verhaal of zo. Dat doet me denken aan Wilp en Oma, want daar hebben ze ook een schuifdeur en daar zit het ook een soort van in. Dus dat vind ik wel heel erg... Heel mooi dit. De tracklist. Dan gaan we naar de hoes. Ja, dit is de eerste keer dat ik deze heb. Dit is echt nieuw, hè? Madonna. Dit is wel een van de gaafste albums, denk ik. Eens kijken. Dan hebben we de disc. Binnenkant. Dat ik ook de disc weer in gaat. Dan ga ik wel zien dat de disc er weer in zit. Maar goed, dat weten jullie natuurlijk wel. Zo. Zo, gaan we eens kijken in de hoes. Wauw, ook zo met dat glas, hè. Woehoe, so cool, beautiful. En ook zo met die mond. Mooi hoor. Oh, dat vind ik mooi aan het eind. Zo. Oké. Dus Madonna hebben we nu ook uitgepakt. Let's go. Naar de volgende. Oké, de volgende. Ik heb natuurlijk ook met stickertjes. En ik ga dan natuurlijk in de stickerbak. Misschien is het wel leuk om die als laatste te doen. We gaan nu voor een dance cd. Let's go. Ja. Look layback beach. Oké. Ben benieuwd. We hebben nu een kartonnen hoesje. Ik weet niet of je hier ook nog een extra hoesje bij zet, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat dit een beetje makkelijk open te krijgen is hoor.
Yes, we got it. Woehoehoe, hij is een bugster. Woehoehoe, plastic is het dus af. Gaan we naar de voorkant laten zien natuurlijk. Look, layback. Beats, dat weten we dus al. Achterkant. Ben ik heel benieuwd hoe de binnenkant eruit ziet, want die hebben we natuurlijk nog niet kunnen zien. Dat is het album van Calvin Harris. Dat is volume 1 van een van de albums waar hij vervolg van heeft gemaakt in 2020. Laten we hem zo zien. Laten we hem ook nog eens een keer zo zien. Nou, dat is dus Look Layback Beats. Oh, natuurlijk was ik bijna vergeten de discs. Disc, hè? Ja, Hennis. Ik moet hem er zelf natuurlijk ook uit kunnen halen. Straks als ik hem in de cd-speler stop. Dus dan moet het nu ook lukken natuurlijk in de uitpak video. Precies. Dat was dus disc 1. Ik moet disc 2 laten zien. Oké, dan hebben we alles laten zien van deze cd volgens mij. Want volgens mij zit er geen extra hoesje bij, dus... Let's go! Look Late Back Beats is geunboxed. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende. Ik ben benieuwd of we nog zonder stickertje hebben, want straks wordt het natuurlijk spannend. Straks doen we natuurlijk degene met stickertjes. Ja, ik heb hier de laatste volgens mij zonder sticker en dan komen de cd's met de stickers. Laten we het eens gaan bekijken. Deze komt terug gewoon voorbij, want hier weet ik de naam van. Dat is namelijk een cd van Rita Ora. Kijk. Een cd uit 2018. Dus wel een oude cd, maar ik denk wel hele mooie nummers. Kijk. Tracklist. Voorkant. Klein krasje. Maakt niet uit toch. We gaan hem eens openmaken. Leuk is ook altijd na een uitpakvideo. Kun je ze ook echt bekijken. Kun je ze ook echt beluisteren. Kijken, beluisteren. Precies. Moeilijk. Want hier is een beginnetje. Oh, dat maakt het toch veel makkelijker, het beginnetje. Dit gaat wel snel, dit. Zo, open moet krijgen. Die halen we er ook af. Dat is ook irritant. Dus dit is hem dus unboxed. Dat ga ik goed laten zien natuurlijk. Nu is het plastic er ook af. Dus dan zie je hem mooier. Zoals je ziet, het is licht dus. Heel erg mooi. Tracklist. Binnenkant. Let's go. Want daar ligt ze ook. Zo naar de disc. Dit is de disc. Zo ziet het er dus uit. Van een cd. En zo ziet het eruit met cd.
Ik weet niet of ik deze eruit kan krijgen. Maar goed, dat risico ga ik ook niet lopen. Dat liep ik ook niet bij die andere. Dus dan is dit gewoon zo of zo unboxed. Gaan we door naar de volgende. Ja, dat was vet. We gaan inderdaad door. Nu komen degene met stickertjes. Nou goed. En we gaan maar gelijk beginnen met degene die mij het meest, schamen hoef ik niet, maar het is wel iets van een film. Nou ja, goed. Maar voor alle fans die van een ijskoud winterweertje houden, is dit wel weer weggelegd voor jullie. Nou, het is Soundtrack Frozen 2. Met stickertjes. Dus, ik denk dat ik hem al bij pak. Stickerdoos. Dat gaan we echt doen. We gaan de Frozen echt uitpakken. Zo. Yes. The next. Wacht even hoor. Oh ja, zo is het goed.
Zo passen ze wel. Ik heb ze iets kleiner gemaakt. Doe de doos weer dicht. Wie zit er dan in van Frozen? Sticker, hè? Gaan we nu door naar de hoes. Naar de hoes. Naar de hoes. Hier, naar de hoes. En kijk wie daar is. Dat is Olaf. Dat is Olaf. En Elsa, en Anna. En dit is dan nog inderdaad de voorkant. De achterkant staan ze ook. Hier doe ik de achterkant van hen. Ja, deel 2 is een mooie film. Deel 1 was ook al mooi, maar deel 2 is denk ik nog wel een mooie soundtrack. Er staan wel 11 nummers op, dus dat is wel minder. Zo dus. Zie je het betoverde bos. Heel spannend hoor. Dus dit is die zonder CD. En dit is die met CD. En deze video is al 22 minuten, hè. Dan gaan we door naar de hoes. Er staan veel dingen op van Frozen. Ah, Anna en Elsa toen ze klein waren. Ja, weet je wie ik echt hierin zit? Dat is zeg maar mijn zusje en een broertje. Dus zeg maar Flora Roos hierin. Dat zijn totaal onbekende mensen voor jullie. Maar dus, dat zie ik erin, zeg maar. En dat is heel erg mooi. Dat is was altijd zo geweest met Frozen. Maar goed. Ah, en de rendieren en Olaf. Oké, okay, waar ik net was geven. Ik ben Olaf en ik hou van waar ik net was. Ja, precies. Eigenlijk met al die magie, hè. Het is ook heel erg mooi weergegeven. Het is natuurlijk een Disney film. Ja. Weer Olaf in de bos. Olaf. Sven. En het rendier. Volgens mij is dat Sven. Of is dat Sven? Ik weet het niet zo goed. Elsa met een paard van het water. Anna en Olaf. Volgens mij op een bootje. Ja, op een bootje. Superleuk. Heb je Elsa en Anna weer? Weer het rendier. En ik weet niet wie Sven is, maar goed, dat maakt niet uit. Die staat daar natuurlijk ook bij. Een warme knuffel. Oh, wat vind ik zo aardig. Zo lief. Ah, nu heb je de achterkant van de CD. Komen we bij de laatste foto aan. Bij de gekko. Goed. Stop dan terug in Zoes. Yes. Oké. Okay. Nu de next. Gaan we door met de tasje. Let's go. We hebben er nog 2 te gaan. Nou. Dan gaan we hoor. Dan de tromgeroffel, dat is een CD van Enrique Iglesias. Let's go. Zo met een stickertje. Het is een sticker die er gewoon op zit. Oh.
Dat is wel handig, dat is wel handig. Dan hoeft dat in ieder geval niet in een stickerdoos. Ja, meestal als een sticker er gewoon op blijft zitten, dan laat ik hem er ook gewoon op zitten. Dat was ook zo bij Zora Lawrence. Die ook trouwens ook met Venus. Goed. De disc. De binnenkant van de hoes. Go. Ja. Dit is het dus. Zonnigste D. En dit is een met CD. Terug. We gaan nu eens kijken wat Erik Leesjas met foto's heeft uitgesproken. Tuk, er zullen wel weer wat foto's tussen staan. Benieuwd. Ook zie je wat voor hoes dit is. Oh, dit is een poster hoes. Kijk hoe groot. Mm-hmm. Hier is hij met zijn hond aan het wandelen. Ik heb deze heel snel laten zien. Alleen moet je hem dan wel weer terug in elkaar kunnen zetten natuurlijk. Dat is wel zo, ja. Ik heb hem weer terug in elkaar kunnen krijgen. Ik weet niet of ik de voorkant en de achterkant het goed heb laten zien. Dat gaan we nu nog even doen. Dit is de voorkant. En dit is de achterkant. Oh, dit is een box. En volgens mij moet ik er nog maar eentje in mijn tasje zitten. En ik weet welke dat is. Ik weet allemaal wat het is natuurlijk. Tenminste, ik denk dat er nog eentje is. Ja, het is er nog eentje. Het is er nog eentje die we moeten unboxen. Goed. En deze ga ik sowieso tromgeroffen doen. Want dit is ook een hele, hele bijzondere. Het is namelijk Kit Perry, maar dan wel een oude sneeuw, maar dit is de eerste sneeuw van Kit Perry die ik heb. Dit is de eerste. Lekker sneeuw van daar. Ik begin aan de achterkant. En daar is het beginnetje gemaakt. Oh ja, daar zit hij zelfs een sticker op. Alleen de hoes is wel een beetje gekrast, nou goed. Maakt niet uit. Nee, maar dit zijn stickers. Dus die behoren toe tot de stickerdoos. Dan gaan we zo alles laten zien van Kit Perry. Wat een nieuw album. Ik noem dat dit een hele lange video geweest. Daar gaan we. Dit is dus Kit Perry. Oké. Achterkant. Is toch wel heel erg bekrast en goed. Hier met de disc. En zo ziet hij eruit zonder disc. Komt hij weer. En zo ziet hij eruit met disc. Zo, dan halen we de disc eruit. Of in ieder geval de hoes. Maar eens kijken. Met een ijs. Met zijn oog. Oké. Okay. Wat nummertjes, zeg maar. Oh, vind ik ook mooi dit zo.
Zodat we naar elkaar kijken. Oh, blijkbaar had het hier warm, want dit is zo'n waaier, zeg maar. Voor de hitte. Doe nog tracks. Laatste. Oké. Okay. Goed. Deze is ook unboxed. Dan kan ik nu de video gaan afsluiten. Ik doe maar gewoon normaal afsluiten. Want ja, goed. Het zijn zoveel om vast te houden. Hm? Goed, ik kan het wel laten zien. Dan doe ik het wel zo. Er zit nog wat andere dingen op bed, maar goed. Maakt niet uit. Zo'n lege stukjes en zo, maar goed, ik ga het wel laten zien. Zo, en dit zijn ze dan. Dus de nieuwste, deze, de nieuwe collectie. Ga ik weer zitten. Ik hoop dat jullie zo goed hebben kunnen zien. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze super lange speciale uitpakvideo. En zeg ik nog maar één en één, dat is adios.